Dit is een voorbeeld van juist een artistiek hoogtepunt uit de geschiedenis van de fotografie, die gerepresenteerd is in de fotocollectie van Universiteit Leiden. Het is een foto van Paul Schuitema, grammofoon, en hij is uit 1929, uit de periode van het interbellum. Het interbellum was een belangrijke periode voor de opkomst van het modernisme in Nederland. En in Nederland ontwikkelde zich dan ook binnen de fotografie als modernistische tak de zogenaamde nieuwe fotografie. En Paul Schuitema samen met Gerrit Kilian en Piet Zwart waren daarvan belangrijke voorvechters. Zij gaven ook les aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en hebben zo ook hun ideeën niet alleen maar zelf ten uitvoer gebracht, maar brachten hun ideeën ook over op een lichting nieuwe fotografen, waaronder beroemde mensen zoals Emmy Andriessen. Deze afbeelding gaat over muziek, maar je ziet niet een galant gezelschap musiceren, zoals je in de schilderkunst vaak vroeger zag. Je ziet een apparaat dat muziek voortbrengt. En je ziet ook dat de fotograaf gebruik heeft gemaakt van typische beeldeffecten van de fotografie, namelijk onscherpte en de schittering van lichtreflecties. Die de compositie bepalen. Wat je in deze foto ziet is dat fotografen op zoek zijn naar een geheel nieuwe beeldtaal die in hun ogen past bij de nieuwe tijd. De nieuwe tijd was in hun ogen een tijd die door het socialisme en het communisme gezuiverd was, zeg maar, van de ballast van de bourgeoisie en van het kapitalisme van eerdere eeuwen. Zij wilden zich ook helemaal ontdoen van de beeldtaal van wat in hun ogen de oude wereld was, dus de schilderkunst, en zochten naar een gehele nieuwe eigen esthetiek voor de fotografie en de film. De media, fotografie en film zagen zij ook als media van de nieuwe tijd die geheel paste bij een nieuwe samenleving. Een nieuwe samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kon zijn. En het is dan ook niet toevallig dat zij vooral de film en de fotografie interessant vonden, want die was tot stand gebracht door apparaten, camera's. En dat paste geheel in hun voorliefde voor moderniteiten zoals de stedelijkheid en de opkomst van de industrie.